Beste mensen, graag introduceer ik bij u het onderwerp paardenwelzijn. Mijn naam is Mieke Teunissen en ik ben secretaris van de sectoraat paarden en specialist paardenhouderij bij LTO Nederland. Mijn achtergrond is dat ik een hbo-studie heb gedaan op het vlak van paardenhouderij en daarna nog een masterstudie in equine science bij de Veterinary University of Edinburgh. Maar vandaag dus het onderwerp paardenwelzijn. En paardenwelzijn wil ik u graag meenemen in hoe dat paardenwelzijn en de definitie daarvan veranderd is. Hoe de publieke opinie tegen paardenwelzijn aankijkt en ook wat u zelf op het vlak van paardenwelzijn te doen staat. Maar allereerst even naar de definitie van paardenwelzijn. Waar hebben we het nu eigenlijk over? Al eeuwenlang gebruiken wij paarden voor evenementen, traditie, spel, sport, vermaak, noem het allemaal maar op. Het is een bron van inkomsten voor ons, maar ook een bron van ontspanning of om sportief bezig te kunnen zijn. Maar ook kennen we al eeuwenoude tradities van hoe zaken in onze paardensector gaan. En wat we zien is dat de maatschappij steeds meer betrokkenheid heeft bij het welzijn van dieren in onze Nederlandse samenleving en ook zo onze Nederlandse paardenhouderij. En het is geen nieuw fenomeen dat je als sector aanpassingen doet. Ook wij als sector hebben door de loop van de jaren heen geleerd van zaken en we zijn praktische dingen anders gaan doen. Als voorbeeld te noemen, we hebben in het verleden best wel wat gehad over het voeren van ruwvoer en krachtvoer, waarbij het soms standaard was dat in de ochtend even een rondje door de stallen werd gedaan om eerst die schep krachtvoer erin te doen en daarna pas het ruwvoer kwam. Nou, we zien dat er echt een ommekeer is geweest, een bewustwordingsproces is gekomen, dat het beter is voor het welzijn van het paard, voor het gezondheid van het dier, dat we eerst met ruwvoer beginnen en daarna dat krachtvoer laten komen. De definitie van paardenwelzijn zien we dat daar ook een verandering in plaatsgevonden heeft. Wij komen van een situatie af waarin de vrijheden van Bramble leidend waren. En de vrijheden zult u alle waarschijnlijk wel kennen. Deze stammen uit 1965 en gaan eigenlijk over 5 zaken. Vrij van honger, dorst en onjuiste voeding. Vrij van de fysieke terminaal ongerief. Vrij van pijn, verwonding en ziektes. Vrij van angst en chronische stress. En als laatste het vertonen van natuurlijk gedrag. En eigenlijk wat je daarin ziet is dat die eerste 4 criteria heel erg gaan over zaken die het welzijn schaden. Terwijl in toenemende mate er aandacht is voor het verrichten van natuurlijk gedrag. Dat paarden natuurlijk gedrag kunnen vertonen. En dat zien we ook in de definitieverschuiving van welzijn. Als we kijken wat in 1994 door de Meller eigenlijk is toegevoegd, is een definitie waarbij ook de mentale status van het dier een plek heeft gekregen. Dus het gaat niet alleen maar over dat je een prachtige stal aanbiedt, een ruime box, dat je goede voeding geeft en dat het dier gezond is. Maar dat je ook daaraan kijkt hoe ervaart het dier het zijn in deze omgeving. En als het dier zich daar minder comfortabel bij voelt, zoals het ene dier misschien andere zaken nodig heeft dan een ander dier zich veel prettiger zou kunnen voelen in die situatie. En als laatste hebben we nu een advies van de Raad voor Dieraangelegenheden gekregen. Deze is in 2021 erbij gekomen, waarbij het concept dierwaardigheid is toegevoegd. En dierwaardigheid gaat eigenlijk ook weer over het dier als zichzelf als een wezen erkennen, een levend dier erkennen. En het heeft 6 leidende principes, dierwaardigheid. Dierwaardigheid begint bij de erkenning dat er een intrinsieke waarde en een integriteit van het dier bestaat. En dat is heel vrij vertaald dat wij erkennen dat het dier eigen energie heeft en zelf kan bepalen of het iets positief of negatief ervaart. Daarnaast zitten binnen deze 6 leidende principes de zaken van goede voeding, goede omgeving, goede gezondheid en het natuurlijke gedrag. Maar we sluiten het ook weer af met het feit dat een dier naar een positieve staat van positieve emotionele toestand moet kunnen geraken. Dus dat daar waar het dier zich bevindt, dat ook als positief kan ervaren. En deze veranderende kijk geeft ons dadelijk ook vraagstukken in hoe wij om moeten gaan met paardenwelzijn binnen ons als paardensector. De veranderende definitie van welzijn, we zien ook een veranderende maatschappij om ons heen. Als we kijken naar de publieke opinie, dan zien we dat er binnen de publieke opinie ook anders gekeken wordt naar onze paardensector.
En daarbij heeft de werkgroep Publieke Opinie van de Sectorraad Paarden 2 onderzoeken uitgevoerd. Eentje in 2019 en eentje in 2022. Die absoluut laten zien dat er draagvlak is voor onze paardensector in Nederland. Maar dat het vertrouwen in onze paardensector aan het afnemen is. En dat geeft ons als sector de taak en de opdracht dat we niet alleen maar legitiem zijn, dat we er mogen zijn, maar dat we ook geloofwaardig zijn en te vertrouwen zijn. Dus dat als wij afspreken met elkaar dat we goed zijn voor onze paarden, dat we dat ook borgen dat we goed zijn voor onze paarden. En niet alleen maar een mooi plaatje naar buiten presenteren, maar dat we dat 24/7, 365 dagen per jaar aan dat paard willen aanbieden. En als sector hebben we daar onderbouwing voor nodig. Soms zijn het praktische zaken, nieuwe inzichten die we krijgen omdat het praktisch beter uitvoerbaar is. En anderzijds is dat wetenschappelijk onderzoek. Laten we openstaan voor nieuwe inzichten die de wetenschap ons toebrengt en kijken hoe dat we die in onze dagelijkse praktijk kunnen toepassen. En wat betekent dit nou voor jou als paardenhouder? We hebben een veranderende definitie, we hebben een veranderende maatschappij. En wat vraagt dat voor ons als sector om dan te doen? Dat vraagt om onszelf kritische vragen te stellen. Waarom doen we wat we doen? We gaan met 2,5-jarige Friese hengsten naar de eerste bezichtiging. Wij gaan met 3 jaar aanlegtesten organiseren. We hebben harde muziek bij evenementen waar dieren aanwezig zijn. Of een fokkerijdag op een dag waar het 30 graden plus is. Het zijn vragen die we onszelf moeten stellen om het dilemma niet uit de weg te gaan of we vinden dat zoiets kan, de ja of de nee. En een heel belangrijk aspect daarin is dat wat ook dierwaardigheid toevoegt. Namelijk, is het dier in de gelegenheid om zich aan te passen? Het is onvermijdelijk dat dieren in hun leven stress ervaren. Alle veranderingen kunnen bijdragen aan een meer of mindere mate van stress. En stress hoeft niet erg te zijn, mits het dier maar in de gelegenheid wordt gesteld om daar ook weer aan te kunnen ontsnappen. En daarmee te leren om te gaan. Dat aanpassingsvermogen, daar moet ruimte voor zijn om een goed paardenwelzijn te kunnen borgen. Het dier moet iedere keer weer naar dat positieve emotionele toestand kunnen geraken. Dus daarom de vraag aan ons allen. Waarom doen we wat we doen? Laten we kritisch kijken naar onszelf, hoe wij omgaan met paardenwelzijn. En waar zitten jouw vraagstukken nog als het gaat over dat wat we doen, is dat wel zo paardwelzijnsvriendelijk? En het is geen boodschap vandaag die ik wil brengen dat alles in onze sector fout is en dat we het helemaal niet goed voor elkaar hebben. Maar het is vooral de vraag en de oproep weer, kijk weer met een open blik, kijk naar de wetenschap en kijk naar nieuwe inzichten en hoe die eventueel toepasbaar zijn binnen het beleid en binnen jouw eigen handelen. Dankjewel voor het kijken.